Afgelopen half jaar heeft COVID een zware wissel getrokken op alle zorgprofessionals en eigenlijk op alle collega's in huis. Het was een rare tijd die veel van ons heeft gevraagd. En eigenlijk is het stof nog steeds niet helemaal neergedwarreld. We zijn bezig om ons voor te bereiden op een mogelijke nieuwe COVID-golf. En we moeten dat op zo'n manier doen dat we niet de reguliere zorg hoeven terug te schroeven. Dat vraagt veel van ons allemaal. Een heel aantal collega's werkt al maandenlang thuis. Vanuit het programma Hart voor Erasmus geven we je in een drieluik tips en mogelijkheden om jezelf vitaal te houden. Vandaag gaat het in Hart voor Erasmus om zorg voor jezelf. De afgelopen periode was het natuurlijk wel heel anders en ook wel zwaar en moest je snel omschakelen. En ik weet dat als je iets nieuws gaat doen of weer iets dat iets lang geleden is, dat je vooral doordat je je weer voorbereidt op wat er komen gaat of zover mogelijk tot zover dat kan. En Ask Erasmus was heel goed ingericht, dus daar heb ik ook gebruik van gemaakt. De COVID-straat, die kan ik iedereen aanbevelen. Ik ben Anne de Pachter, kinderhematoloog hier in het Sophia Kinderziekenhuis in het Erasmus MC. En betrokken bij kinderen met bloedziekten. En daarnaast ben ik initiatiefnemer van een coachingsprogramma voor medische professionals, Challenge & Sport. Anne, wat is er zo belangrijk aan zorg voor jezelf? Het allerbelangrijkste is, je kunt alleen goed voor de ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt. En ik maak graag het vergelijk met het vliegtuig. Zet eerst het eigen zuurstofmasker op voordat je de mensen naast je helpt. En ik denk dat dat hier in het ziekenhuis ook heel belangrijk is. We werken hier allemaal, of we nou thuis werken of aan het bed, om goed voor de patiënt te kunnen zorgen. En daarvoor moeten we voor onszelf zorgen. Maar hoe doe je dat? Daarvoor is het denk ik heel belangrijk dat je jezelf kent. Wat heb jij nodig om genoeg energie te houden om zo goed mogelijk je werk te kunnen doen en om vitaal te blijven. En dat is voor iedereen verschillend. Vanuit het onderzoek weten we dat het belangrijk is om hulpbronnen te hebben. Aan de ene kant hebben we de werkbelasting, de patiënten die op ons afkomen, de diensten die we doen, het thuiswerken wat energie kost. En aan de andere kant hebben we de hulpbronnen. Hulp van collega's, support uit het team, van de leidinggevende, maar ook van het thuisfront en van jezelf. Ben je flexibel om ermee om te gaan? Ben je goed uitgerust om de werkdruk aan te kunnen? En ik denk de balans hier tussen vinden, dat is de kunst. En welke hulpbron voor jou van belang is, dat is belangrijk om te weten, om die in te kunnen zetten als het nodig is en niet pas als het te laat is. Bijvoorbeeld goed slapen, weten we dat een belangrijk hulpmiddel is om overdag energiek te zijn. Dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Maar het kan ook betekenen om lekker te sporten of voor iemand anders om met vriendinnen op een terras te zitten. En ik denk dat dat belangrijk is om voor jezelf te weten waar laat ik me mee op. Om dan weer zo goed mogelijk de ander te kunnen helpen. Maar het is natuurlijk voor iedereen een beetje anders wat je nodig hebt om tot rust te komen. Maar wel heel erg nadenken over hoe je in een crisisperiode tot rust kan komen en dat dan ook echt gaan doen. En gewoon hun werkzaamheden te blijven doen en niet met angst te leven. Want als je goed voor jezelf zorgt, dan help je ook je omgeving, je partner, kinderen, ouders, collega's. Mijn oude hobby een beetje opgepakt, koken. Dus heel veel één op één gekookt met vrienden. En toen werd het nog belangrijker om die collega's inderdaad te spreken. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is qua corona, wat me echt wel heeft geholpen om de moed er goed in te houden. Anne, wat zie je vooral bij collega's om je heen? Ik persoonlijk heb natuurlijk niet aan het bed van de COVID-patiënten gewerkt. Maar desondanks zijn er ook heel veel collega's uit het Sophia Kinderziekenhuis ingezet op de COVID-afdelingen. En als ik in het ziekenhuis van heel veel collega's hoor, is het ongelooflijk verschillend. Het verschilt van iedereen die zegt, nou, dit was fantastisch om zo te kunnen werken en met elkaar bergen te kunnen verzetten. Het gaf zo'n energie en er was zo'n saamhorigheid. Tot collega's waarbij het heel veel energie kost en die worstelen bijvoorbeeld met het thuiswerken of met het nieuwe team waarin je werkt. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar oog hebben voor alle verschillende
aspecten die hierin een rol kunnen spelen. En het spectrum van energiekosten tot energie krijgen, dat we daarin proberen te zoeken hoe we elkaar kunnen helpen om allemaal vitaal te blijven, om ook het komende seizoen goed door te komen. Ik kan mijn collega's adviseren in deze tijd, of eigenlijk is dat altijd wel het geval en nu wordt dat iets meer van ons gevraagd. Bedenk goed waar je je energie uithaalt. Gewoon mijn eigen gang blijven gaan. Maar ik neem wel afstand en ik ging ook geen drukke bezigheden opzoeken. Bij mij had dat wel effect dat ik veel wakker lag 's nachts. Daar heb ik zelf een modus in gevonden door 's avonds in ieder geval niet meer echt naar het nieuws te kijken, maar te proberen om een boek te lezen of toch iets van yoga te doen. Maar dat is, ook dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ademhalingsoefeningen heb ik weer als tip gekregen van iemand anders. Na je werkdag, die dus heel veel thuis achter het bureau behelst, echt een rondje gaan hardlopen of gewoon in de tuin gaan sporten. Het behouden van dagstructuur was extra moeilijk in coronatijd. Heel veel overleggen gingen niet door. Je kon je met de lunch je collega's ook niet meer opzoeken. Ik was wel gewoon in het ziekenhuis aanwezig, maar zelfs dan bleef je eigenlijk heel erg op je eigen kamer natuurlijk om zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Hè, maar wat mij dan hielp is, ga toch dan even naar buiten, al is het voor een kleine wandeling, om die structuur een beetje te houden en ook een beetje ritme in je dag. Anne, heb jij zelf nog tips voor collega's om vitaal te blijven? Dat is voor iedereen verschillend. Wat je nodig hebt, is heel persoonlijk. En daarvoor is het heel belangrijk, weet dat van jezelf. Wat heb je nodig? Belangrijk, zeker met het oog op wat er nog komen gaat, bereid je goed voor. Dat is een belangrijke wat je zelf kunt doen. We zijn allemaal sterk genoeg om bergen te kunnen verzetten en we kunnen ook ongelooflijk veel aan. Maar daarvoor is het wel belangrijk om ook oog voor jezelf te houden. Ritme inbouwen door toch op gezette tijden te sporten, te eten en goed te slapen kunnen helpen. En heel veel mensen kunnen baat hebben bij bijvoorbeeld een yoga, een meditatie die via de diverse apps beschikbaar zijn. Merk je bij jezelf dat er problemen een rol spelen of dat het je zwaarder valt dan je had gedacht? Of kost het werk je enorm veel energie? Dan is het ook belangrijk om je daar niet voor te schamen, want dat horen we heel vaak. En die hulp is beschikbaar in het Erasmus MC. Via intranet zijn de diverse mogelijkheden die bij jou passen terug te vinden. Wat ik collega's mee wil geven om goed voor zichzelf te zorgen, is denk dat je heel erg moet beseffen dat je kunt leven in het nu. En dat er ook nu leuke dingen te doen zijn, waar je ook een blij mens van wordt. Het is belangrijk om aandacht te durven vragen. Iedereen heeft een moment van zwakte. En er moet altijd iemand om je heen zijn bij wie je die aandacht mag vragen en kan vragen. En durf dat gewoon, want iedereen heeft het nodig. Wat heeft voor jou persoonlijk gewerkt, Anne? Ik heb gemerkt dat het de afgelopen periode voor mij heeft geholpen om met een deskundige af en toe te spreken over de ontwikkelingen in mijn werk en in mijn carrière. En toen ik in de opleiding was tot kinderarts, kon ik gebruik maken van een professionele coach. En daardoor heb ik heel veel geleerd over waar mijn uitdagingen lagen om aan te werken en waar mijn kracht lag om zo goed mogelijk patiëntenzorg te leveren. Dat is zo behulpzaam geweest in het doen wat bij mij past. Dat gun ik echt iedereen. En ik hoop dat en ik merk nu dat in periodes van uitdaging het heel prettig is om dan terug te kunnen vallen op iemand die jou kent, maar die ook de situatie goed kent waarin je werkt. En heb je zelf behoefte om een keer met iemand te spreken, dan is dat voor alle medewerkers in het Erasmus MC mogelijk. Bijvoorbeeld via de afdeling psychosociale zorg, via een coach. En daarvoor verwijzen we graag naar Agora. Goed voor jezelf zorgen dus, dat is ongelooflijk belangrijk en het is heel verschillend wat een ieder nodig heeft. We zien mensen die een kick gekregen hebben van de adrenaline van COVID en we zien mensen die het ongelooflijk zwaar hebben gevonden om in COVID-tijd te werken en eigenlijk alles daartussenin. Dat betekent dat er voor iedereen in het Erasmus MC hulp voorhanden is als je daar behoefte aan hebt.